Ik ben Shella van Rauwendaal, openwaterzwemster en Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Toen ik 7 was, toen zei ik tegen mijn ouders dat ik Olympisch kampioen wilde worden. En zo is het begonnen. Je hebt een beetje van alles waar je aan denkt tijdens een race. Soms ben je aan het zingen, ben je jezelf aan het pushen, duw, duw, duw. Soms lig je voor en denk je, oh, ik kan winnen. En soms win je niet. Mijn geheim is dat ik op een gegeven moment een pijngrens heb. Maar dat ik dan toch over die pijngrens heen kan stappen. Dat ik het ergens nog uit kan halen wat dan verstopt is in mij. Het beest komt dan los. En toen in 2016, ja, toen won ik het. En toen ik aantikte, toen dacht ik, ja, ik zei het toch. Je moet er zeker zot voor zijn om topatleten te zijn. Want je moet er heel veel voor opgeven. Maar het geeft ook wel genot, ja.